iedereen, het is vandaag vrijdag 22 december en welkom bij weer een nieuwe vlogmas. Het is nu 3 uur, ik begin de vlog nu, ik ben ook net thuis. Dus ik begin de vlog nu. Wat ben ik nu aan het doen? Zoals je kunt zien is het hier een beetje een rommeltje, hier ook. En ik ga nu mijn zak maken, want ik ga zelfs vertrekken naar Iris. Het is 3 uur, ik ga om 4:30 de bus pakken, dus binnen 1,5 uur moet ik de bus nemen. En ik ga dus mijn zak maken, alles meenemen, zien dat ik niks vergeet. Dus toiletzak, maar ook nieuwe, proper kleren, danskleren, computer, camera, oplader, echt alles. Moet ik meenemen. Dus dat ga ik nu even maken. En dan ga ik daarna naar Iris met de bus. En dan zie ik jullie waarschijnlijk ook nog bij Iris. Nu weet ik wel niet hoe het zit met wanneer deze vlog gaat online komen. Omdat misschien bij Iris ik de vlog kan bewerken, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dus dat ga je nog even moeten uitvoeren hoe ik dat ga doen. Maar ik ga nu dus in ieder geval wel even mijn zak maken. En voor ik mijn zak ga maken, moet ik eerst nog even de vlog voor 4 uur uploaden. Ik heb die gisteravond wel nog snel bewerkt. Maar nog niet geüpload. Het was al na 11:30 s'avonds. Oeps. Dat ga ik snel nog even doen, want anders kan ik niet voortdoen. Echt heel raar zeggen, maar als een YouTuber weggaat, dus het huis verlaat tijdens de vlogmisperiode, dan heb je echt twee zakken voor nodig. Ik heb mijn camera, die staat nog, dus die heb ik nog niet ingepakt. Dus ik heb een camera, ik heb een oplader, voor mijn laptop, ik heb een harde schijf bij, ik heb een kaartjeslezer bij, want ja, dat past niet in mijn computer. Dan heb ik nog de oplader voor mijn camera bij, een extra batterij bij. En ik ga gewoon één nacht weg en één dag. Hoe erg is dat? En toch moet alles mee. Want ja, er moest maar eens gebeuren dat je kamer plat gaat. Enzovoort. Struggles.